Dames en heren, vanuit het oude vertrouwde Zuidersportpark, zoals elke training, is hij er weer. Alberto! We zitten op de tribune en er is nieuws. Ik heb alleen... TV West heb je net verteld, allemaal nieuwtjes. Vertel nou maar. Ik heb net alleen vanochtend die nieuwe laatste man gezien, ene meneer Mollets. Die kwam met Rado Slavsevic, kwam die binnen en die kwam met een krachthond, dus die zou er vandaag moeten zijn. En ik zie het even niet, maar hij zal straks wel komen. Maar er gaan geruchten over een motorrijder. Ja, dat zijn geruchten. Ja. Die foto die we gezien hebben op het internet van die motorrijder. Ja, ik weet ook niet wat dat was. Een grote maar dat was toch een paar weken geleden? Ja, een grote lange vent. Lange ja? Een wodka type. Zoiets, ja. Een beetje tsaristisch type. Huiska. Wie hoe? Huiska. Huiska. Was hij verkouden? Ja. Alus Huiska. Oké. Okay. Maar verder dat geen nieuws. Hier wel in op dit moment niet. Het is schrikbarend stil op de site. Ja. En het zou kunnen betekenen stilte voor een storm Alberto. Ja. Wellicht dat het gaat worden. Hij is zondag. De Graafschap. Moeten we nou gaan winnen? Ja, dat zou wel moeten. Het zou minstens een punt. Als we de laatste man erbij hebben en een spits erbij hebben, geven ze nog enige kans. Maar als we met dit elftal naar de Graafschap gaan, naar Doetinchem, dan zie ik het zonder in. Ja, maar het is woensdag vandaag. Ja, maar het is zondag. Dan hebben ze nog een paar dagen. Zondag is dichtbij hoor. Het is zondagochtend half 1 is vroeg. Nee, is een lange vent. Wie is dit dan? Maar je hebt nog wel vertrouwen? Ik blijf vertrouwen, anders had ik de seizoenkaart niet meer gekocht. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk even hard gelachen. We hebben een goed seizoen gehad. Even wennen aan een mindere kant. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen er wel weer een paar jaar op teren. Ja, dat is waar. Maar dat moeten we ook blijven doen. Hè. Ja. Zo zijn we weer terug naar die bierliga. En dat Lex zegt over wat er tegen spelers geroepen wordt. Ben je het aan? Ja, ben ik ook helemaal mee eens. Ja, niet je eigen spelers afzagen. Nee, of niet je tegenpartij. Nee. Dit soort kreten. Precies. Daar ga je niet mee. Goed zo, maat. Ja, oké, Albert. Laters.
Wat zegt u? Waarom moeten ze hesjes aan?
minuut. Yeah.